als je afvraagt waarom we net een stukje wasstraat hebben zitten filmen. We zijn ons schatje voor een laatste keer aan het verwennen. Nog een snelle glimps. Dan wordt hij even goed verzorgd. Dat heeft hij verdiend. Want er komt straks wat anders. Dat gaan we zo ophalen. Dus dit is ook eigenlijk een soort van afscheid. Een soort galgemaal eigenlijk, hè. Ben je er maar een beetje verdrietig op, of niet? Nee, nog niet. Dat weet je nog niet. Dus hij wordt nou van binnen even goed, goed verwend. En het is ook wel leuk hier, want ik kan zeggen lopende band. Moet je kijken. Dit is de wasstraat. Dat is toch kick, hè? Dat is bij ons de wasstraat. Dus even klaar maken, Bob. Bob's Car Wash. Daar komen we net doorheen. En de auto wordt nu lekker gereinigd. En we gaan zo richting Rotterdam om hem gedag te zeggen. Dus we zien jullie zo daar met de reden waarom we hem gedag gaan zeggen. Of wij dat nu al vaststellen. Verrassing houden voor de rest van de video. Ja hoor. Dus tot zo in Rotterdam. Strik op. Er zit een strik op. Is jouw strik, schat? Je vindt de kleur niet mooi, hè? Ik hoor het aan je. Hij had wel gelijk. Hij is wel chic inderdaad. Kleur, ja. Ik had hem donkerder verwacht. Als je hem buiten ziet, dan komt hij er wel wat mooier uit, zeg maar. Maar met dat rood is wel ja. Nou ja, wat ik vorige keer al zei, ik bedoel, de GT-lijn had niet per se van ons gehoeven, maar het 1.2 motortje wel. Ja. Nou, en dat er dan rode accenten bij zitten, dat is toch mooi meegenomen. Ja, het lukt een goede verbinding, hoor. We hadden filmpjes met grijs en in het wit. Ja, grijs-wittig binnen. Ja, dat hebben we dat kan alle rode stiknaden staan. Zo. Kijk eens voor op vakantie. Wat makkelijk. Een wiel. Ja. Ik ben blij. Ja, precies. Nou, ben je er een beetje blij mee, schat? Ja, heel blij. Jij? Nee. Ja, ik vind hem echt kicken. Alle opties zitten erop. Oh, netjes. Er zit een beschermmatje op het oplaaddingetje. Oh. Maar heeft deze ook veel meer vakken weer. Dat is die andere. Geen hoes. En een mooie reusstrik erop. Wat vinden we ervan? We gaan even kijken waar ik Pascal ga zetten. Ja, dat komt wel goed. Dus de troep uit de vorige auto. Ik heb hem speciaal gekocht. Komt het beest. Hoe bedoel je? Ja, ik had hem donkerder verwacht, zeg maar. Dus. Dat is wel anders dan binnen. Ja. Dit lijkt hier wat meer vinden. Omdat je die lampen erop zet. Ja. Dit is echt wat meer kunst. Nou, doei. Doei. En dit is de nieuwe. Wat
gaan even kijken hoe de navigatie rijdt. Zal ik dat doen? En ik wou hem even langs de kant zetten. Even alles ontstellen. Dat gaat hier lekker. Ja? Oh. Hij zit ook echt anders. Hij zit steviger. Ja. In de bocht gaan staan ook. Three weeks later. Zo, nou, we hebben de auto ondertussen een paar weken in huis. Daar hebben we al een stukje mee gereden. Voor ons navigatiesysteem. Suus is even al de bestjes aan het wegdingen. Maar dit is dus onze nieuwe Troy TV mobiel. En het toffe van deze unit. Naast het feit dat we zo maar zeggen ook gewoon navigatie hebben. En je kan zo maar zeggen media. Je kan je telefoon, audio kan je doen. Allemaal heel leuk. Heeft deze dus ook. Zo, kijk dat op. Doe daar een matje, gezellig zo. En dan leggen we de telefoon er zo op. En dan gaat die fucking laden. Gewoon draadloos laden. Zit een aircootje in. Climate control zelfs. Stuurbediening. Dus, zijn we een beetje blij met de auto? Behalve dan die klote bestjes nu. Ja hoor. Mooie dingen daar zo. Dus we gaan bij deze weer afsluiten. We zijn erg blij. We gaan... aardig wat kilometertjes maken met deze jongen. Dus bij deze weer bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.